Mijn naam is Peter Bos. Ik ben projectleider ECD bij Cordaan. ECD betekent elektronisch cliëntendossier. Cordaan heeft 2 jaar geleden gekozen voor Plancare van de Heersoftware om het ECD te laten ontwikkelen. Samen met mensen uit de zorg zijn we meerdere keren met de leverancier in contact geweest en hebben we het ontwikkeld voor de sectoren VGZ, GGZ en VNV. Het is dus door onze mensen onder andere ontworpen wat ze erin willen hebben en hoe we het gaan gebruiken. Het cliëntdossier, zoals we het allemaal kennen, dat zijn de blauwe mappen. Deze blauwe mappen die gaan vervangen worden door de digitale map. Het digitale cliëntdossier. Wat betekent dat dan in de dagelijkse uitvoering? Dat betekent dat een overdracht gaat plaatsvinden aan de hand van de looplijst van die dag. Dat betekent dat je de rapportages kan doornemen van de diensten voor. Of je kan de rapportages doornemen van de periode dat jij niet gewerkt hebt. Het ECD, dat is Plancare bij Cordaan. Plancare werkt het beste, zoals uit de pilots gebleken die we bij 8 zorgteams hebben gedaan, dat je mobiel moet kunnen werken. Dat betekent, als je naar een cliënt toe gaat, dat je het ECD bij je hebt. Dat je het dossier van de cliënt bij je hebt. Dat je kan zien wat de afspraken zijn. Dat je direct kan afvinken en een stukje rapportage kan schrijven hoe het gegaan is. Dat je kan zien wat is het zorgplan. Persoonlijk plan moet ik zeggen. Welke doelen zijn er? Welke afspraken hebben we gemaakt? Zodat je het allemaal bij hebt. Zodat je direct bij de cliënt dat kan gaan doen. Eventueel bij de cliënt in zijn kamer. Of hier buiten, op het terras. In de omgeving waar het voor de cliënt het beste uitkomt. Je hebt namelijk niet alleen het cliëntdossier bij je, maar je hebt ook internet bij je. Dus elke afspraak, wat de cliënt ook wenst, kun je gelijk beantwoorden. Je hoeft nu je weg bij de cliënt, maar je blijft bij hem. En dat geeft veel meer cliëntgebonden tijd, waardoor je langer bij de cliënt kan blijven en hem langer kan begeleiden. Het kan ook zo zijn dat je in een huiskamer gaat zitten. Dat je het dossier opent, het dossier van de ene cliënt. Maar het is eigenlijk het dossier van al je cliënten. Je kan ondertussen je werk doen en toch de mensen een beetje begeleiden, een praatje met ze maken. Hoe heerlijk is dat? Maar het allerbelangrijkste voor het slagen van het ECD is wat de zorgteams ermee doen. De gedrag en cultuur van het werken met het ECD, het afvinken van afspraken, het nakomen van afspraken, elke dag rapporteren als je iets bij een cliënt hebt meegemaakt, vastleggen wat je hebt afgesproken met de cliënt en dat aan je collega's delen via het ECD. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De zorg is aan zet. Jij bent aan zet. Ship will carry on, body safe to shore.